Allemaal hartelijk welkom op deze HCC Expo. Vandaag gaan we de prijzen uitreiken van onze jubileumfotowedstrijd. Fotograferen met je smartphone, dat was een van de voorwaarden. We hebben uiteindelijk, en dan moet ik even op mijn speedbriefje kijken, want ik vergeet ook nog eens wat. We hebben in totaal door 16 deelnemers zijn er 34 foto's ingezonden. En van die 34 foto's heeft de jury besloten om er 5 met een prijs te nomineren. Volgende dia graag. De prijzenpakketten die zijn samengesteld door de Fotofabriek, een van onze sponsors. Die hebben de prijzen beschikbaar gesteld en de hoofdprijs van vandaag, een fotocamera, is door Canon beschikbaar gesteld. Nou, dit is bijvoorbeeld de 5e prijs. En dan wil ik graag de volgende dia. En ik denk dat de inzender zijn foto al herkent. Ja, dus ik zou graag willen vragen, volgende dia graag. Harry, kom even naar voren als je wilt. Gefeliciteerd. Dan moet ik het trouwens ook nog even bij zeggen. Alle winnaars krijgen niet alleen een prijs, maar die krijgen ook nog zometeen een informatiepakketje. En hun foto, die de voorrechts is afgedrukt, die mag je ook mee naar huis nemen straks. Wil je nog wat vertellen? Hoe is de foto tot stand gekomen? Ja, de techniek staat er niks bij, HCC, dus... Ik heb van internet allerlei plaatjes afgehaald en dat heb ik eigenlijk samengesteld tot een foto. Ik heb vervolgens met een smartphone een foto gemaakt. Ja, geweldig. We hebben voor jou een prijs, de 5e prijs. En dat is door de Fotofabriek beschikbaar gesteld, een A3 kalender met eigen foto's. Er staat hier een code op. Aan de hand van deze code kun je gewoon digitaal bij de Fotofabriek je A3 kalender bestellen. Dan heb ik nog dit voor je, dat is een boek over zwart-wit fotografie en uiteraard een HCC-balpen. We moeten tenslotte ook een beetje reclame maken voor onze eigen vereniging. Hè? Heel veel plezier met je prijs. Oké. Ja, en dan gaan we naar de volgende. En de 4e prijs, dat is een foto naar keuze op 60 bij 40 centimeter, afgedrukt op forex. Forex is tegenwoordig een beetje een nieuw soort materiaal. Het is een soort schuim, maar dan heel licht, maar en heel stevig. En daar kun je ook prachtige afdrukken op maken. Gaat de volgende foto, Dina? Nou, ik denk dat de winnaar Els de foto al herkent. Els, gefeliciteerd. Nee, jij wil hem gewoon. Mag, geen probleem. Dit is in ieder geval vast voor jou. Je mag straks ook je foto meenemen. Als je zegt van nou, ik ga zo meteen nog even rondlopen, dan mag je hem nog even laten staan. Tegen de tijd dat je naar huis gaat, mag je natuurlijk. En dan uiteraard voor jou en ook voor jou geldt. Op de fotofabriek.nl kun je met deze code gewoon je eigen foto naar eigen keuze af laten drukken. Ja, veel plezier ermee. Ja, en dan, zijn we alweer aanbeland bij de 3e prijs. Een foto van 46 centimeter afgedrukt op plexiglas. Ik moet er trouwens even bij vertellen dat de jury het behoorlijk zwaar heeft gehad. Want ondanks dat er maar
34 foto's waren ingeleverd en dat er maar 16 deelnemers waren, ja, waren de foto's dusdanig van kwaliteit dat we echt, nou, letterlijk en figuurlijk slapeloze nachten ervan hebben gehad. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen en een van de regeltjes over de uitslag mag niet gecorrespondeerd worden, dus daar zijn we ook heel blij mee. We gaan naar de derde prijs. En dat is geworden. En daar komt Colette. Oeh, ga je niet vallen. Je valt met de deur in huis. Colette, ik heb van sommige mensen heb ik eventjes nagedacht. Nou, ik ken jou toevallig, omdat jij ook binnen HCC. En ik heb eens even lopen nadenken over die foto van jou, hè. En volgens mij, kijk, het thema was 40. En of je daar nou in het kader van 40 jaar bestaan en of je daar nou iets van 40 in verwerkte, of je zou 40 hetzelfde ding fotograferen, dat maakt niet uit, als er maar iets van 40 in uitkomt. Mijn Colette die heeft deze foto gemaakt. Het is een soort ja, windwijzer, kompas. En dan heb ik eens even zitten nadenken. En volgens mij heb je dat bewust gedaan. Want de W, ja, die staat volgens mij van, wist je dat? Dan hebben we de Z en de O, Zuidoost-Brabant. Ja. De Z. En de Z is van? Nee, Zeeland. En waarom is de Z van Noord-Zeeland? Colette was namelijk hier op vakantie in Zeeland. En toen ze dus benaderd werd om te vertellen van, nou Colette, je hoort tot prijswinnaars, heeft ze gewoon de vakantie onderbroken. En is ze naar hier gekomen. Maar dan hebben we nog een letter en dat is de M. En de M die staat voor, moet ik even op mijn briefje kijken, nogal wat functies binnen HCC. Ja, want jij bent webmaster, je bent redactioneel medewerker van... Dat hoorde me niet hoor. Dat hoeft ook niet. Heel ding. Kortom, Colette is een onruimd vrijwilliger binnen HCC. En daar zijn we ongelooflijk trots op. En niet... foto's maken kan zo. En foto's maken kan zo. Colette, ook voor jou. Uiteraard. Dankjewel. En dan dit. Dit hoort er namelijk ook nog bij. En uiteraard je prijs. Een foto van 60 bij 40 centimeter afgedrukt op plexiglas. En ook voor jou geldt, hier staat een code op. Met die code kun je bij fotofabriek.nl kun je gewoon jouw foto naar keuze af laten drukken. Heel veel plezier en gefeliciteerd met de prijs. Ja, en dan wordt het spannend, hè. We hebben nog twee prijswinnaars. Even wachten, hoor. Ja, nee, oké. Okay. De tweede prijs, dat is een 80 pagina tellend hardcover fotoboek. Ja? En ook hier geldt weer voor, je mag zelf je foto's aanleveren bij de fotofabriek en dan maken ze direct een prachtig fotoboek van. Nou, we gaan jullie niet langer in spanning houden. De volgende dia. Paul, jij bent de gelukkige. Ik wil je in ieder geval alvast dit aan je geven. Je feliciteren uiteraard, want dat hoort er ook bij. Ja. Wil je nog wat zeggen? Hoe je knee, jij zegt gewoon van, hartstikke goed. Nou, oké. Die is voor jou, ook voor jou geldt. Aan de hand van deze code kun je bij de fotofabriek.nl. Ja, nou, veel plezier ermee. Ja, ja, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk meer. Hè. Ik zie al iemand glunderen. Dat, ja, en dan moet ik nog bij vertellen, het had bijna niet doorgegaan, want hij is vanmorgen om 10:00 op de trein gestapt en hij is, en dat is ook de schuldige, dat we een kwartier te laat zijn met de prijsuitreiking, want er reden geen treinen en op een gegeven moment zat hij in Schiphol, afijn, hij is er gearriveerd. Ruben, mag ik je vragen? Jou. Echt een hele mooie HCC-pen, daar moet je zuinig op zijn, want
Dat is een collector's item. Die heb ik toch niet. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is duidelijk. Je kon al fotograferen. Je fotografeerde met je smartphone. Maar nu mag je dus ook gaan proberen met een prachtige camera. Beschikbaar gesteld door Canon. Moet ik er wel even bij vertellen, want anders krijg ik ruzie met Canon. Een prachtige camera met telelens en alles op en dan. Voor jou. En heel hartelijk gefeliciteerd. Ruben wil maar even wat vertellen over de foto. Nou, deze foto die is zeg maar tot stand gekomen eigenlijk. Ik drink graag bij de HCC altijd een wijntje, dus daar vandaag het glas. Die zee op de achtergrond, dat staat voor 40 jaar met HCC in zee, zeg maar. Dus sommige mensen ja, kunnen gewoon al 40 jaar met HCC in zee zijn. En ja, die storm op de achtergrond, ja, door weer een keer graag heen, want het was gezellig altijd. Oké, nou Ruben, dankjewel en nogmaals veel plezier met je prijs.